Ik heb er zin in. ...28 mei organiseerde Lions Club Bunschoten voor de vierde achtereenvolgende keer het rondje Spakenburg. Er kon gekozen worden tussen 7, 15, 25 of 40 kilometer. Hebben jullie al meer samen tochten gemaakt? Ja, zeker weten. Ja, Ameland. Hier 4 jaar hebben we dat. We dachten, doen we nou iets anders. We gaan nou eens een keer hierheen. En ja, dat is toch prachtig hier. Zo. Ja. Jullie zijn vriendinnen? Ja, en ook schoonzusters. En we komen een beetje uit de Achterhoek. Achterhoek. Ik weet niet of je dat kunt horen. Maar ja, nu praat ik natuurlijk Hollands, maar... Nee, maar... Nou, echt plat gaan praten, dan kunnen ze niet verstaan. Maar dat vinden wij wel leuk, want dan kunnen wij hier in het dorp ook, hoor. Doei. Rondje Spakenburg viel toevallig samen met de Bunschoten Boeren- en Beestenboeldag. En de wandelaars moesten een stapje opzij maken voor de trekkeropdracht. We waren jullie kwijt, weet je dat? We staan hier bij het pontje van Eemdijk en de mensen die 50 kilometer lopen. Die gaan richting Spakenburg en de mensen van 25 en 40 die steken over en gaan richting Eembrug. Mevrouw. Dag meneer. Bevalt het u een beetje? Heerlijk. We zijn heerlijk uitgewaaid hier in de polder. Een hele leuke, gezellige wandeling. Hoeveel kilometer? Hoeveel kilometer moet u nog? Nu nog 9. Ja? Nee, 6. Want nog 6. En waar komen jullie vandaan? Waar komen Utrecht. Utrecht, ja. Dat is niet zo ver. Nee, is lekker. Had je ook kunnen lopen hierheen? Ja, de volgende keer. We zagen u net oversteken. Dat was even een gevaarlijk punt. Of viel het mee? Ja, je moet goed opletten. Hè. Het is een beetje een gevaarlijk punt inderdaad. Ja. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Sliedrecht. En u? Ik ook. Ik kom ook uit Sliedrecht. Jullie zijn vrienden van elkaar? Broers. Broers? Ja, broers. En hoe wisten jullie dat hier dat rondje Spakenburg werd georganiseerd? Hij is lid van de wandelvereniging. Ja. En dan kijkt hij denk ik op internet of zo, via de vereniging, weet hij waar wat is. Gaan wij niet, we gaan weer, we moeten nog een stuk. Ja, we gaan. Oké, okay, tot ziens. Doei. Doei. U bent van de Lions in Amersfoort? Ik ben van de Lions Club Hoogland. En wij verlenen assistentie aan de Lions Club in Bunschoten die de wandeltocht organiseert. Wat zijn de reacties van de mensen die u zo hier langs ziet komen? Ze zijn allemaal erg goed gehumeurd. Ze vinden het ook erg leuk. Blij dat het droog gebleven is natuurlijk. Lekker fris windje. Sommigen zeggen ik ben blij dat ik niet hoef te fietsen. Hè, want dan is de wind tegen. Dat valt dan behoorlijk tegen. Ze krijgen hier een appeltje en ze drinken een glaasje water. Sommigen gaan rusten en anderen willen weer gelijk door.
En ik moet zeggen, ja, echt een heel gezellig moment hier. Ik zie daar een bijzondere vlag wapperen in de wind. Waar is die van? Ja, dat is de Hooglandse vlag, hè? Die is heel bekend in Hoogland, uiteraard. Met de carnavalsoptochten, zo zie je hem ook overal hangen. En we dachten, het is toch leuk om als versiering hier erbij op te hangen. Nou, wat een ontvangst, hè? Nou, geweldig. Hoe hebben jullie het gehad? Leuk, heel leuk. Ja, wel vermoeiend. Waarom? Ja, waarom? Ja. Harde wind. Harde wind. En ja. En wat nog meer? Kale vlakte, dat is wel. Maar wel heel veel mooie, veel ooievaars gezien. En Rijgers heel veel gezien. En foto's gemaakt. En ja. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk wel. En wat drinkt u hier nu? Nou, dat heb ik binnengekregen. Ik weet niet wat het is. Limonade? Ik denk van champagne. Zo, mooie beloning. Hoe is het u bevallen? Goed. Ik vond het een hele mooie wandeling. Ja. Dag dames, jullie lijken wel een ontvangstcomité. Dat zijn we. En er wordt drank geschonken? Nou, drank, een glaasje prosecco. Voor degenen die binnenkomen krijgen allemaal een welkomstdrankje en prosecco. Wat zijn de reacties van de mensen erop? Over het algemeen vinden ze het heel erg leuk, hartelijk en over het algemeen is het echt een goede georganiseerde tocht. Nou, ik vind het heel uniek dat dit zo hier gebeurt. Nooit eerder meegemaakt. Maar we wisten wel de muziek. Dat vond ik wel jammer. De muziek, de fanfare. Ja. Ja. Dan gaan we dat volgende keer doen misschien. Ja. Ja. Dit was die. De fanfare der geweldige noten. Yeah! Mooi gezegd. Mooi gezegd. Op de plaats. Rustig.